Vitesse krijgt nog enkele tonnen van hun voormalige sponsor Swoop. Een jaar lang stond Swoop als sponsor vermeld op de Vitesse shirts. voor de club van sponsoring overschakelde naar droomparken. Eind oktober werd de firma, die handelde in tweedehands elektronica, failliet verklaard. Swoop heeft niet voldaan aan haar betalingsverplichting aan Vitesse. De Arnhemse club is op dit moment een van haar voornaamste schuldeisers. Over het precieze bedrag wil de woordvoerder van Vitesse geen uitspraken doen. Volgens onofficiële bronnen zou het gaan om 4 ton.